Vrijdag speelt NEC opnieuw in de eigen Goffert. Tegenstander is laagvlieger FC Eindhoven. NEC liep vorige week tegen de eerste nederlaag van het seizoen aan. Trainer Jack de Gier probeert er altijd wat positiefs uit te halen. Ja, natuurlijk. Je probeert altijd beter uit de wedstrijden te komen. En dat doe je ook na een overwinning. Maar na een nederlaag is het altijd wel weer een bepaald moment om daar goed naar te kijken. En dat hebben we uiteraard gedaan met de groep. Dan is Eindhoven thuis een prettige pot om eventjes iedereen weer op scherp te zetten. Ja, het gaat er niet om wie de volgende tegenstander is. Het gaat vooral om dat je vanuit de wedstrijd van Almere eigenlijk... ik blijf daarbij dat we niet van Almere hebben verloren, maar dat we zelf niet goed genoeg waren. En uiteraard die wedstrijd teruggekeken. Ik heb hem zelf nog helemaal teruggekeken. En dan zie je eigenlijk dat Almere uit het niets de 1-0 maakt. En dat we daarna... is het heel... Het is een samenloop van omstandigheden, maar we vonden eigenlijk dat we verdedigend het best goed gedaan hebben in die wedstrijd. Niet zoveel kansen weggegeven als we daarvoor deden. En, alleen het is de enige wedstrijd waarin we geen goal maken en dat kost je dan gelijk de wedstrijd eigenlijk. En ja, ook in de wedstrijd tegen Almere hebben wij gewoon 4-5 goede mogelijkheden gehad, waarvan een schot op de paal van Sven en het schot op de 16 meter van Ennis eigenlijk de grootste kansen waren. Ja, als die twee ballen erin gaan, dan winnen we die wedstrijd gewoon. En aan de andere kant is het gewoon goed dat we ontevreden zijn en dat we dan kritisch kijken naar elkaar om bij de eerstvolgende wedstrijd daar weer een stap in te maken. Dan de twee nieuwe keepers die hier hebben getraind deze week. Eén is alweer weg, andere trainen nog mee. Hoe bevalt dat hier? Ja, de stage van Nienhuis is beëindigd na 2 dagen. En Osman, die willen we gewoon wat langer zien. Want dat is een jongen uit het buitenland. Die kennen we wel als keeper. Heeft natuurlijk een tijdje niet gekeept nu, hè, de afgelopen periode. Is daarvoor 2 jaar eerste keeper geweest van AFC Wien. En daar trekken we gewoon iets meer tijd vooruit om dat te beoordelen. Maar in deze periode is dat natuurlijk lastig in verband met keepers die je wil halen. Die mogen niet onder contract staan bij een club. Dus moeten we wel zorgvuldig te werk gaan dat we daar een goede beslissing in nemen. Dus volgens nog eens van daar nog steeds keeper vrijdag? Ja, want Marco en Job Schuurman die zal op de bank zitten daarbij. Dat zijn de twee keepers die speelgerechtig zijn. Dus daar is verder geen twijfel over mogelijk. Is er nog reden om veel te gaan wisselen voor Eindhoven of blijf je een redelijk zelfde elftal opstellen? Nou ja, Ole is weg. Hè. Die speelde in de basis tegen Almere. Dus daar zal iemand anders voor spelen. En voor de rest zullen er niet zo heel veel wijzigingen zijn. Met Marco van Duin op doel begint de wedstrijd tegen FC Eindhoven om 8 uur. Onder leiding van scheidsrechter Linhout.